Plopperdoplopperdoplop. Ik ben Kabouterplop en samen met mijn vrienden kun je me altijd in mijn paddenstoeltje vinden. Dit hier is Kwebbel, die praat en praat en praat. En dit is Lui, die slaapt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dit hier is Klus, die knutselt toch zo graag. En ik zal nu vertellen wat er is gebeurd vandaag. Ploppertjes allemaal. Vandaag had Smul een heel goed idee. Ja, nu zullen jullie zich wel afvragen, wat was dat dan voor een goed idee? Wel, dat zal ik eens vlug vertellen. Het begon allemaal deze morgen in mijn melkherberg. Ik was in de melkherberg aan het afstoffen, toen plots Smul binnenkwam. Hoi Pieploy, dag Plopje. Dag. Ik kom 10 taarten halen. 10 taarten? Wat ga jij daar dan mee doen, Smul? Wel, ik ga een taartenkraampje openhouden in het bos. Plopper de plopper de plop. Ja, goed dan. Ga dan maar naar de keuken. Ja. Ik gaf Smul alle taarten die ik nog over had. Smul! Die taarten mogen niet zuur worden, hè? Want als je zure taart eet, dan kan je buikpijn van krijgen. Ja. Smullen, de smullen. Ja. Dat zal ik doen, ja. Ja. Taart! Lekkere taart! Taart! Lekkere taart! Koop lekkere smultaart! Hey. Zeg, Smul! Ben jij dat die hier heel de tijd taart te koop staat te roepen? Ja, lui, dat ben ik. Kom jij een stukje taart kopen? Nee, ik kwam eens vragen of het niet een beetje stiller kan, want ik kan niet slapen. Smullen de smul, maar die moet toch kunnen verkopen? En straks zijn mijn taarten zuur. Oh, hoe kan ik nu eigenlijk weten of ze nu al niet zuur zijn? Eens proeven. Heerlijk. Hallo, kidoki. Dag, Smul. Hoi, Pieploy. Dag, Klus. Wat moet je hebben? Ik wil 10 plopkoeken. Smullen de smul. Ik heb geen plopkoeken. Alleen taart. Klus. Nee, bedankt. Dan wil ik niks. Smullen de smul. Nog niks verkocht. En straks zijn mijn taarten zuur en iedereen krijgt dan buikpijn. Ik moet nog eens proeven. En deze ook eens testen. Nee. Dag, smul. En? Hoe gaat het met je taartenkraampje? Dat gaat nogal, ja. Wil jij misschien een stukje taart, Kwebbel? Oh, Kwebbel. Nee, Smul. Ah ja, want ik zal eens iets zeggen, hè. Ik ben op kabouterdieet. Oh. En daarom mag ik de volgende dagen zeker geen taart meer eten. Dag, Smul. Maar ze zijn zo lekker. Dat hoop ik tenminste. Of misschien zijn ze al zuur geworden. Dag, Smul. Heb je al veel taarten verkocht? Nee, eigenlijk niet. Moet jij misschien een stukje taart? Smul, jongen. Ik heb thuis toch taarten genoeg. Smul, de smul. Nog geen taart verkocht. En straks worden ze misschien zuur. Denk ik. Smuller de smul. Ik zit vol. Hallo, toedeloe. Dag, smulletje. Ik wou graag een stuk bosbessentaart. Sorry, die is op. Oh, geef dan maar een stuk vanilletaart. Die is ook op. Chocoladetaart dan maar. Op. Smaller de smal. En welke taarten zijn er dan nog wel? Oh, kijk, ik... Geen enkele. Hoezo? Waren ze dan allemaal zuur geworden? Nee, ze waren zelfs heel lekker. Ja.
Maar ik heb toch een klein beetje buikpijn. Misschien waren ze toch wel zuur, ja? Nee, nee. Ik denk gewoon dat jij een beetje te veel taart hebt gegeten. Die arme Smul. Ja, hij heeft nooit meer een taartenkraampje opengehouden. Maar taarten eten doet hij nog altijd. Zo, dan ga ik nu naar Kabouterdroomland. En jullie weten het. Plopper de plopper de plop.